Michael Bogert zit sinds dit seizoen als ploegleider achter het stuur bij Team Roompot. En de insiders noemen hem een uitstekend ploegleider. Roompot liet zich tijdens de voorjaarsklassiekers vaak van voren zien en laat eigenlijk een heel positieve indruk achter. Ik denk dat wij gewoon tevreden zijn. Je wil natuurlijk ook koersen winnen en dikke uitslagen rijden. Maar ik denk de manier hoe we binnen zijn gekomen in het peloton, de kick-off was geweldig. En ja, ik denk dat de jongens steeds beter en beter in de wedstrijden komen. En dat dadelijk die eerste overwinning gaat komen. Hoe kijkt het peloton nu naar Roompot? Ik denk dat wij gewoon goed te ontvangen zijn. Dat scheelt natuurlijk ook als je met Van Poppel, Breukink, Seilert, Bogert. We zijn geen onbekenden in de wielersport. Dus het is niet. Ik heb nooit het gevoel gehad dat we het lachertje van de klas waren of iets dergelijks. En je ziet iedereen jou ook als een goede ploegleider? Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet of ik überhaupt wel geschikt ben voor ploegleider. Ik doe gewoon wat mijn hart me ingeeft. En op het gebied van coaching denk ik dat ook Michael Bogert nog heel veel kan leren. Ja, wat bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat ik nog heel veel uit mezelf praat, zeg maar. Ik zonder me op de borst te willen kloppen of zo, maar ik heb wel op heel hoog niveau gefietst. En dan ga je ook anders denken en dan zit je anders in de wedstrijden. En misschien verlang ik nog wel eens van de jongens dat ze net zo denken als dat ik dacht ten tijde dat ik wielrenner was. En daar moet je denk ik wel mee opletten. Ik bedoel, ik ben iemand die vrij confronterend kan zijn. Ik weet ook niet of dat altijd goed is. Dat doe je bij iedereen. Maar sommige jongens hebben misschien wel juist een schouder nodig. Terwijl ik iemand ben die sommige dingen gewoon niet kan begrijpen. Omdat ik het anders deed. Dus zit ik ook wel eens, ja, dit snap ik echt niet. Weet je, zo van, hoe kan dit nou? Terwijl dat is voor mij dan heel apart om te gewaar worden. Terwijl sommige jongens misschien zoiets hebben, ja, maar dat is toch heel normaal wat hier gebeurt.